Hey YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review. Hier de Thomas opent. We weer een nieuw mystery beer. Een van de bieren die ik mocht ontvangen van René. Stuurde een tijd geleden, ik weet even niet. Nee, deze kwam volgens mij uit de tweede mail. René stuurde mij een mail met een paar hele gave bieren die ik via hem besteld had, gekocht had. En daar had hij ook wat mystery bieren mee gedaan. Waaronder toen dat verjaardagsbier. Die was heel erg gaaf. Er staat nog een grote fles. Die ga ik dus met de jongens doen wanneer ze hier zijn. Dan is dat, wanneer deze review online komt, is dat al geweest. En dat weten we nog niet of we dat live doen of opnemen. Dat zien we nog wel. En deze zat erin. Dus ik ben heel benieuwd. Het is, voor mijn gevoel is het een grotere fles. Het, ik weet niet wat het precies gaat zijn, maar het is geen 33 cl in ieder geval. Ik heb geen idee wat het precies is, maar het voelt als een grotere fles. Ja, ik ben super benieuwd. Ik kan er wel heel verhaal aan vastknopen. Waar het neerkomt is, jullie weten hoe het werkt. Ik hoor iets met een hele gave motor. Sorry. Jullie sturen mij bieren, verpakt zoals bijvoorbeeld dit. En het mooiste is dat ik altijd heel goed kan zien, zonder dat ik er iets op hoef te zetten, van wie dit komt. René die verpakt het altijd met dat mooie bruine papier. Corné bijvoorbeeld doet het in wit papier met blauwe tape. Perfect, daar hoef ik ook niks te noteren, want het scheelt daar. En dan moet ik naar aanleiding van geur, kleur en smaak zien te achterhalen wat er in het flesje of blikje zit. Die kronkeur kan wel heel makkelijk los. Dus ik ben benieuwd, ik zie een groen flesje. Dus het doet mij denken dat we het hier over een wild ale, sour, iets in die trend gaan hebben. Ja, zoals dit schenkt, moet dit bijna wel iets van wilde vergisting zijn. Oh, ik moet even mijn glazen weer heel goed gaan schoonmaken. Ik schaam me echt kapot nu. Dit is echt ontzettend erg. Dit is echt ontzettend erg. Maar, wat we hier zien, is absoluut, oh my god, ik schaam me kapot. Absoluut, wild ale. Het ging iets richting een geuze. Ik denk niet dat het een geuze is, want er zit alleen een kroondop op. Geen kurk of iets dergelijks. De geuzen zoals ik ze ken, hebben eigenlijk altijd wel een kurk erop. Ik gok iets dus wild fermentation, wilde vergisting, spontane vergisting, mixed firm, misschien iets in die trend. Ik ruik wel het een en ander. Dus laten we eens even kijken wat dit doet in de neus. Heel mooi droog, heel mooi grassig, absoluut funky. Heel erg farmhouse funky. Echt funky, boerderijgeur, stalgeur, paardendeken. Heel fris. We krijgen iets dat een beetje doet denken aan pruimen. Er zit een heel stevig, fruitig extra component in, maar ook heel veel citrus. Heel grassig, heel hooiig. Ja, echt ontzettend funky. Heel erg Brettanomyces forward. Gek genoeg gok ik toch wel iets dat Belgisch is. Maar dan denk ik weer, nee, er zit geen kurk in. En wat ik al zei, ik krijg iets wat doet denken aan pruimen. Het zou me niks verbazen als het op pruimen heeft gelegen, maar... Ja, en echt een mooi zuurtje in de verte. Een heel mooi zuurtje. Of in de verte. Een mooi zuurtje. Zuur kun je niet ruiken, daarom zeg ik misschien in de verte. Kijk, we hebben deze discussie al vaker gehad. Zuur en bitter en zoet heeft geen geur. Maar de bieren die zuur, bitter of zoet zijn, die hebben bepaalde geuren die je in het verleden hebt gehad. Die hebben bepaalde geuren die je dan associeert met. Dus dit komt absoluut zuur over. Rins. Wat is dat? Het heeft ook iets heel erg. Is dit misschien een grape of een blend van, maar ik krijg iets dat heel erg sterk doet denken aan witte druif. Iets heel erg kruisbes, Sauvignon Blanc-achtig. Bijna richting iets als Chenin Blanc misschien. Want Chenin Blanc en Viognier die hebben voor mij alle twee wel iets een beetje funky ook. Zou het iets met witte, of zou het zelfs met kruisbes zijn? Iets met witte druiven of kruisbes. Behoorlijk bloemig ook. Hoe meer ik ruik, krijg ik echt een beetje dat soort van bloemenveld, witte bloemetjes, dat soort dingen. Ruikt fantastisch. Ik durf nog niks te zeggen over alcoholpercentage. Maar laten we eens even kijken wat dit doet voor smaak. Dan nemen we het. Proost. Dat zuurtje valt nog reuze mee. Het heeft absoluut een fris zuurtje. Maar niet heel intens.
niet heel intens. Ik heb ze gehad dat ik echt even zo zit bij die eerste slok. Dit is veel zachter, veel liefelijker. Nog steeds een zuurtje, absoluut een zuurtje. Maar niks te zwaar of intens. Wederom dat hele mooie soort van witte druif, kruisbes karakter. Iets zelfs dat een beetje doet denken in de verte aan meloen, peer. Weet je, dat wit fruit karakter. Het alcoholpercentage is laag. 4,5. Max. Ik kan me niet voorstellen dat dit boven de 4,5 uitkomt. Als het wel zo is, dan zou ik bijna balen. Want het idee dat dit een hoger alcoholpercentage heeft, maar wel zo zacht en lieflijk en doordrinkbaar. Het is echt schitterend. Het is zowel complex, er gebeurt veel, maar ook toegankelijk. Hij is mooi droog in de finish. Met dat frisse zuurtje. Hij is trouwens niet kurkdroog hoor. Het is niet dat je denkt, jongens, kurkdroog. Alsof je echt letterlijk op een kurk staat te kouwen. Nee, maar het heeft wel een mooi droge finish. Er zit een hint van een fruitig zoetje aan op die manier, maar niet dat het zoet is. Wederom, dat citrus komt mooi door. Licht grassig, bloemig, hooiig. En dat pruimidee wat ik in het begin kreeg, nee. Als dat wel zo is, dan lach ik me nu suf. Maar wel een mooi fruitig karakter. En als het wel iets met fruit is, dan zou ik al bijna willen zeggen, is dit misschien een soort van grape ale. Want het heeft echt dat soort van witte druif, mooie witte wijn, drogere witte wijn karakter. Ik vind hem wel heel erg mooi. Ik vermoed, hoe ik hem nu drink, dat het wel iets van Nederlandse bodem is. Het zou iets van nevel kunnen zijn. En dat zou misschien dat bloemige karakter wat vervaren, want ze doen wel vaak dingen met bijvoorbeeld botanicals, weet je, met wat kruiden erdoor of met bepaalde bloemen en dergelijke. Dus dat bloemige karakter zou nog daar dan een onderdeel van kunnen zijn. Oh. Ja, heerlijk. Heel zacht. Wat ik al zei, ik kan me niet voorstellen dat dit meer dan 4,5% in alcohol is. Waar ik het op hou is... Ik heb ook het vermoeden dat het misschien zelfs een klein beetje leeftijd heeft. De kroondop kwam heel makkelijk los en ik zie hier bovenop iets waarvan ik het idee heb een beetje murk. Murk. Ja, ik heb het idee dat dit wel eens een kijk. En als je dit er nou allemaal mooi bij ingiet, niet te veel. Dat is al een beetje te veel. Meer ga ik er niet bij ingieten van het bezinksel, want anders wordt het te heftig. Ja, je merkt al een iets extra bittertje. We hebben wel eens... Er komt er toch ineens een bak mandarijn sinaasappel naar voren. En abrikoos. Kijk, daarom is het altijd leuk om het bier eerst te proberen met en daarna zonder dat bezinksel van de nagisting. Ik leg het ook wel eens uit aan klanten in de winkel, weet je, met bepaalde trippel bijvoorbeeld en dergelijke, giet het er niet allemaal in één keer in. Doe er eens voorzichtig mee en speel daarmee. En dat is best leuk om te zien. En dat gebeurt hier nu ook heel erg. Ik zeg een nevel, 4,5%. Wilde vergisting uiteraard op mixed fern. En misschien met iets van bloemen toegevoegd. Zou het een grape ale kunnen zijn? Nee. Hij heeft wel dat karakter, maar dat kan bijvoorbeeld ook een bepaalde hopsoort leveren hoor. Misschien is het wel, zeg maar een wild IPA met Nelson Sauvin Hoppen, noem maar eens wat. Ik vind hem schitterend trouwens, heel liefelijk, delicaat. Wel smaakvol, maar niet heel super heftig wat dat betreft. Ah, een mesje nodig. Een mesje nodig. Even kijken of dit allemaal zo goed mogelijk loskomt. Echt hoor, René, schitterend bier. Heel mooi. Veel minder zuur dan ik verwacht had. Maar dat vind ik eigenlijk ook niet erg. Ik hou van mijn sour ales. Maar soms als je als eerste een mystery beer hebt en dat is echt een hele heftige sour. Dan heb je de rest van het tasting sessie. Je weet hoe ik dat doe, hè? Eerste mysteries. We gaan zien wat dit is. Het is dus inderdaad... Hé, dat had ik er niet uitgehaald. Maar het is inderdaad nevel. Het is een meander uit 2021, zoals we al zeiden, klein beetje leeftijd erop. Ik zal hem even laten zien en dan zoek ik even de rest van de info op.
barrel aged. Oh, ze noemen het een wild blond bier van 6,1%. No fucking way. Houtgerijpt wild blond bier met rabarber en zwarte bessenblad. Meander is in 2021 verkozen tot beste bier van Nederland 2021. Een uniek fris zuur bier. Met toetsen van fruit en rabarber met een elegante afdruk. Er zit dus rabarber in. Ja, dat rabarber dat verklaart misschien dat iets extra zuurtje. Het wat fruitige. Ja, rabarber is een groente. Maar ja, ik weet het, je kan hem als groente eten. Maar ik herinner me dat we dat kompot van maakten thuis. Rabarber kompot met. Dus op een of andere manier heb ik fruitige associaties. Zwarte bessenblad. Het grappige is, nu je zwarte bessenblad leest, heb ik ineens zoiets van, oh ja, zwarte bessen. En vlierbloesem. Nou, dat verklaart dus inderdaad het bloemige karakter. 6, gebotteld op 20 september 2021, drink binnen 3 jaar. Dat heb ik gedaan. 18 maanden hout gerijpt. Het rabarber, ik haal het er niet specifiek uit. En dat 6,1%, dat verbaast me, want hij drinkt veel liefelijker dan dat. Maar schitterend. Nevel. Wat lang geen nevel gehad. Ja, dit is echt een heel mooi, liefelijk, delicaat bier waar je gewoon rustig je tijd kunt nemen. Rins, licht bittertje, frissurig, een zuurtje, wat je in de neus een beetje kreeg, ja, dat valt misschien wel. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die nog nooit een wild bier gehad, die dit denken, hey, dit is heel zuur. Die gaan dan denken, is dit kapot of zo? Voor mij is dit gewoon een heel mooi licht, fris, frissurig bier en absoluut weer een topper van Nevel. Schitterend bier, heel erg mooi, dankjewel René. Ik zat. Ik heb ze wel eens beter gedaan qua mystery beer. Ik weet in ieder geval, de brouwerij had ik goed. En dat bloemige gedeelte had ik goed. Voor de rest had ik er aardig ver vanaf. Maar heel erg mooi. Heel erg mooi. En absoluut eentje om even lekker rustig van te gaan genieten. Dankjewel René. Dit was echt een toppertje. Ik ben heel benieuwd wat er dit weekend gaat gebeuren met het andere mystery beer. Dat er nog staat van je die met de jongens gaat drinken. Dat gaat me heel gaaf worden. Al is het alleen dat ik met z'n allen met z'n vieren weer samen kunnen zijn. Dat is alweer een half jaar geleden. Minder dan een half jaar geleden. Dus dat is wel heel gaaf. Nogmaals, René, dankjewel. En dat was het voor deze review. Vond je hem leuk, klik op like. Vond je hem leuk, klik op abonneer. Onder in de omschrijvingbox doe ik even links naar al mijn social media. Een link naar de Dutch Beer Collective. Een link naar mysterybeer.nl. Laat wat comments achter. En ik zie jullie allemaal bij een volgende review. Wat doe ik dan? Proost.